bent in Nederland mogelijk niet de meest bekende keeper. Wie is Peter Leeuwenburg? Nou, Peter Leeuwenburg is een op dit moment 27-jarige keeper die nu nog speelt bij Cape Town City in Kaapstad. Een beetje vergelijkbaar met wat Groningen in Nederland is, is Cape Town City eigenlijk in Zuid-Afrika. Een mooie subtopper. En daar ben ik heen gegaan na 14 jaar Ajax-opleiding. Ik heb mijn opleiding eigenlijk wel Ajax genoten. Nooit een wedstrijd eerst gespeeld helaas, alleen oefenwedstrijden. En toen bewust de keuze gemaakt om naar Zuid-Afrika te gaan. Echt op zowel privé als op sportief vlak echt iets heel anders. En het heeft eigenlijk heel goed uitgepakt. Hard gewerkt daar om mezelf te ontwikkelen als mens en als keeper. En dat heeft nu geresulteerd in een mooi transfer naar FC Groningen. Wat voor man en wat voor keeper is het? Nou, dat is in ieder geval een hele grote man. Want hij is 1,96 meter. En toen we ook net foto's gingen maken, voelde ik me bijna een dwerg. Dus het is een grote kerel. Goede uitstraling ook. En het is een hele rustige, stabiele jongen. Ik heb veel gesprekken gehad met FC Groningen, met Mark-Jan Flederis. En ze hebben gewoon eigenlijk gekeken wat heeft de keeper van FC Groningen nou eigenlijk vooral te doen in wedstrijden. Nou, er kwamen bijvoorbeeld veel 1-1 acties uit. En dan ga je een keeper analyseren. En bij mij kwamen er heel veel reddingen in 1-1 situaties uit. Dus dat zou ik wel een sterk punt noemen. Ik ben lang. Ik straal rust uit. Ik coach veel. Dus ik ben veel met het team bezig. En daarnaast ook wel comfortabel aan de bal. Dus dat is ook lekker. Als Groningen is een club die ook graag wil voetballen. Nou, daar kan ik ook mijn steentje aan bijdragen. The opening kick up against Peter Leeuwenburg. The big Dutch keeper will save! Van Bradley Krobler. De neutral. Onze keeperstrainer Sascha Mart heeft heel uitgebreid heeft hem bekeken. Die tagt dan een wedstrijd of 12 tot 15 alle beelden. En dan verzamelt hij zijn eigen data. Dan kregen we best wel een positief beeld. Dan heeft hij niet alleen van hem gedaan, maar van een groot aantal andere keepers heeft hij dat ook gedaan. Maar ja, goed, dan heb je een goed beeld op basis van data en video. Maar je wil uiteindelijk ook een live beeld hebben bij de jongen. Je wil live zien van oké, hoe traint hij dan? Hoe is hij dan als persoon? Hoe coacht hij naar zijn medespelers? Als je met hem in gesprek gaat, wat is het voor soort jongen? Want dat is gewoon ook heel belangrijk. Want zeker bij een keeper zoeken we toch wel naar een stukje stabiliteit achterin. En ik ben er naartoe geweest, 10 dagen Zuid-Afrika. Een fantastische trip, maar ook heel goed om een heel goed beeld bij Peter te krijgen. Heb je eerder meegemaakt dat een technisch directeur 10 dagen in je omgeving was? Nee, dat was wel nieuw. Het is natuurlijk niet makkelijk om even een wedstrijdje te kijken in Zuid-Afrika, zoals hij dat misschien wel eens in Zweden bijvoorbeeld heeft gedaan. Dus hij is, dat zegt natuurlijk ook wel wat over de interesse van FC Groningen. Hij is onze kant op gekomen, heeft 2 wedstrijden bekeken, een aantal trainingen. Om toch echt een goed beeld te krijgen. Hoe is het gevoel nu hier? Ja, top. Lekker om thuis te zijn. Of in ieder geval weer in Nederland te zijn. We gaan wel nog de competitie afmaken in Zuid-Afrika. Maar dat is met de gedachte in het achterhoofd dat ik in juni hier ga beginnen wel heel erg fijn. Je hebt grote schoenen te vullen, zoals ze dat zeggen. Ja, klopt. Hoe kijk je daarna? Ik bedoel, heel veel respect voor wat hij hier heeft gedaan, wat hij voor de club heeft betekend en misschien wel zal blijven betekenen. Een beetje dezelfde achtergrond hebben, we komen allebei uit Ajax jeugdopleiding. Ik ben hier niet om een nieuwe Sergio op pad te zijn. Ik ga gewoon mezelf zijn en hopelijk wel dezelfde waarde voor FC Groningen hebben als dat hij dat heeft gehad. Het zegt wel iets dat hij nummer 1 krijgt, omdat we gewoon heel veel vertrouwen in hem hebben. Omdat hij de laatste jaren in Zuid-Afrika zich uitstekend heeft ontwikkeld. En daar ook heeft laten zien om een van de betere keepers daar van de nationale competitie. En ik heb nu met eigen ogen 2 wedstrijden live kunnen zien. Ja, dat niveau is ook zeker niet verkeerd. Dat is zeker wel onderkant middenmoot eredivisie, denk ik. En daarin was hij een opvallende keeper. Dus wat dat betreft hebben wij er alle vertrouwen in dat Peter hier kan laten zien dat hij... De grote schoenen die hij te vullen heeft, kan vullen. En er zijn er ook altijd nog ontwikkelpunten, zoals ze dat zo mooi Tuurlijk, zeggen? Ja, alles. Kijk, ik denk dat je nooit uitgeleerd bent. En wat mijn kwaliteit dus ook wel is, dat ik redelijk allround ben. Dat ik nergens heel slecht in ben. Maar ook nergens dat je zegt van, hij is zo extreem goed daarin.
Dus eigenlijk op elk gebied vallen er wel stappen te maken. En ik denk gaandeweg na het spelen van hopelijk veel wedstrijden dat het totale plaatje gewoon beter gaat worden.